wil ik met name Heart Gallery voor het idee enorm bedanken. En natuurlijk zit er een kunstenaar, dus de eerste die we zien. Zometeen komen de andere twee beelden. En ik kan het niet mooier zeggen, Hengelo is een stad van verbeelding. Die houden we er vooral in. Oké. Dank jullie wel. En je kunt onderhand wel aan het wederopbouwen blijven. Want wereldwijd lijkt men er geen genoeg van te krijgen van oorlog en verderf. Sinds mensenheugenis scheppen we er kennelijk genoegen in elkaar met blijdes en moderne wapentuig elkaar de hersens in te slaan. Hoezo nooit weer, niet wieder? Laten we in wederopbouw blijven, maar dan alleen voor wat achter ons ligt en niet wat nog komen gaat. Hallo. Ja. Zoals sommigen jullie wel weten, ik werk meestal met portretten of karakters van mensen, ook van gebouwen. In dit geval heb ik gebouwen die hier bijna op dezelfde plek gestaan hebben. Het oude klooster en de oude synagoge heb ik karakteristieke beelden van, op mijn manier, aan elkaar gezet, in beeld niet opgemaakt. En dat kan zijn eigen verhaal die weer vertellen.